zien, voelen, smaken en ruiken. Onze vijf zintuigen gebruiken we elke dag en vormen dan ook de basis van al het genot. De manier waarop deze zintuigen werden weergegeven vroeger, kan je zien in een tijdelijke tentoonstelling in het Stedelijke Museum van Sint-Niklaas. Vanaf vorige week loopt eigenlijk hier in onze tentoonstellingszaal Zwijgers ook de tentoonstelling over het genot van de zintuigen in de schilderkunst, vanaf de 16e tot de 20e eeuw. En eigenlijk is dat thema van de zintuigen ook al een vrij oud thema, dat begonnen is in de 16e eeuw. En wij trekken die lijn door tot vandaag. Wij tonen een klein kunstkabinet, hypersensitief, waarin het thema van de zintuigen geactualiseerd wordt aan de hand van een aantal kunstwerken van Joachim Wuttewaal uit de 16e eeuw, Knopf en hedendaags werk van Robert de Vriend. Eigenlijk biedt de tentoonstelling een heel volledig uitgediept beeld van de voorstelling van de zintuigen vanaf de 16e eeuw. Niet alleen in schilderijen, maar ook in een apart prentenkabinet. Want het thema van de zintuigen is eigenlijk ontstaan in de prentkunst. Het boeiende aan deze tentoonstelling is dat het leven zelf in beeld brengt. Eigenlijk zijn onze zintuigen, onze instrumenten, van al onze waarneming. Daarbij komt ook nog dat elk schilderij dat hier hangt, de tijdsgeest in beeld brengt, ook de visie op de zintuigen van toen. En deze evolutie wordt ook getoond doorheen de tentoonstelling. De artistieke visie van de vijf zintuigen kan je nog tot eind januari 2013 gaan bewonderen. Als bezoeker kan je rekenen op een audiogids die bij elk schilderij de nodige uitleg geeft. Je kan ook een gids reserveren. Meer informatie over deze tentoonstelling kan je vinden op www.devijfzintuigen.be.